Nou, we zijn keurig opgevangen hoor, hier in Woudrichem. Nou, wisten we dat jullie hier komen? Ik ga toch even kijken. Oh, kom speciaal hierheen. Je gaat straks van boord, want we hebben ruzie gekregen. Nee, Chico, nee. Nee, Chico, jij blijft bij mij. Waar gaan we? We gaan naar de overkant. Zo, vol gas, schipper. Ja? Ja, we hebben haast. Want op de heenweg heb je een beetje probleempjes. Ik moet een kruiskoppelingetje. Ja. Jij zet ze ook veel te ver uit elkaar. Dan lopen we dan een hond middenstraat. Zo. Een super drukke stad. 5 miljoen inwoners en door elkaar heen. Totdat de beveiliging kwam. Die zei, nee, dat gaan we niet doen. Kom toch! Dus met trillende handjes de Kees, nee, dat is goed. Kom toch! Bas! We komen er weer aan. Ik klaar voor avontuur. Op wielen of op water. Achter uw stuur. Wat komt er op ons pad? Soms zit het mee, soms zit er even tegen. Maar we komen er zwaar op de volgende bestemming. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. We nemen je straks mee naar de hoofdstad van Turkije, Ankara. Ja, natuurlijk. Ja hoor. Kom er maar tussen. Maakt allemaal niet uit, joh. Nee hoor. Het werd een spannende rit met de camper dwars door het centrum. Eerst gaan we nog even terug naar de voorjaarstocht die we met de watersportvereniging hebben gemaakt naar Woudrichem. In de vorige vlog zag je dat we daarheen gevaren zijn in konvooi met 14 boten. En nu gaan we op verkenning door dit bijzondere vestingstadje. Dit is wel een leuk plaatsje hoor. Ja, dat is een heel leuk plaatsje volgens mij. Kijk, Stadsmuur. Ik vlog en vaar de VB002 tegelijkertijd even de haven in. Kijk, allemaal zalmschuitjes. Ja, daar leefden ze vroeger van in Woerikum. Ja. De zalmvangst. De zalm was vroeger een belangrijke vissoort in deze wateren. Zalm werd niet alleen gevangen voor lokaal gebruik, maar ook voor de handel. Waardoor het bijdroeg aan de welvaart van de stad en de omgeving. Nou, we zijn keurig opgevangen hoor, hier in Woudrichem. Zo is dat. Het begint gelukkig weer te regenen. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo. Wij volgen jullie dus. Kijk. Nou wisten we dat jullie hier komen. Ik ga toch even kijken. Oh, kom speciaal hierheen. Ja. Nou, pa, hoor je dat? Zit je haar goed? Je hebt ook een mooie reis gemaakt, hè? Ja, heel mooi. Echt mooi. Ja, we zijn nog steeds een beetje aan het bijkomen, hè, pa? Ja. Van... ja. Ja, vermoeiend denk ik niet. Ja, voor als je 75 wel, hè? Ja. Nou, vooral met mij op pad gaan is heel vermoeiend. Nou, weet je wat het is? Je hebt niet veel dagen dat je helemaal niks doet. Je verkast af iedere dag. We hebben een mooi plekje in de historische stadshaven. De andere boten liggen in de verenigingshaven aan de andere kant van het stadje. We gaan die avond eten op de pannenkoekenboot. We zijn met zo'n 40 deelnemers, dus dat was meteen een volle bak. Ik had hem met spek en kaas en ik kan je vertellen dat na één pannenkoek je heel goed gevuld bent. De volgende morgen is het weer gelukkig opgeknapt en kunnen we erop uittrekken. Woudrichem werd waarschijnlijk gesticht in de 9e eeuw na Christus. Het ontstond als een nederzetting op een strategische locatie aan de samenvloeiing van de rivieren de Maas en de Waal. Vanwege deze gunstige ligging ontwikkelde het zich tot een belangrijke handelspost. Omgeven door imposante stadsmuren, bastions en grachten speelde Woudrichem een cruciale rol in de verdediging van de regio. Tegenwoordig staat het bekend om zijn goed bewaarde historische gebouwen, waaronder de Sint-Martinuskerk en het oude stadhuis. In 1814 werd Woudrichem opgenomen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. We beginnen de dag rustig en gaan even uitgebreid ontbijten aan boord. Zo mooi, pa. Goedemorgen. Zo word je wakker in Turkije ergens. Ja. En zo in Woerkum, toch? Ja, Woerkum. Woerkum, zeggen ze. Ja, leuk toch? Mooi, kijk eens. Ja. Hier.
Oh, de buurvrouw. Goedemorgen. Ja, dat heb jij. Het is nogal dicht liggen bij elkaar natuurlijk. Het is een mooi stadje. Maar goed dat je je broek aangetrokken hebt. Een mooi stadje. Heel mooi stadje. Ja. En jullie gaan vanmiddag naar Slot Loevestein. Dat is hier dichtbij. Jullie? Ga je weg dan? Ga je dat verlaten? Ja, ik ga weg. Wist ik het wel. In Slot Loevestein ben ik al een keer geweest. Ongeveer 20 jaar terug. Er is weinig veranderd. Maar inderdaad, je gaat straks van boord, want we hebben ruzie gekregen vandaag. Gelukkig. Ja, dat was echt niet grappig. Mensen hebben moeten ingrijpen. Nee maar Tini heb ik al eens, die moet ook kansen hebben. Oh, het gebeurt er allemaal weer. Top. De eieren zijn klaar. Oh, ik heb trouwens, ik heb zalm geregeld voor je voor het ontbijt. Ik hoef geen zalm bij mijn ontbijt. Ik heb pittige eieren. Ja, die hoef ik ook niet bij mijn ontbijt. En ik heb serrano ham geregeld. Ook niet voor ontbijt. Ook niet? Dat heb ik zo mijn best gedaan. Ja. Ik zie de honden kijken van nou, daar zit voor ons zit er wel wat tussen. Ja. Voor jullie wel. Het is wat. Voor jullie heb ik wat lekkers. Ja, borst. Ja, oh dat zo, dat is lekker. Zo, hoppakee. Moet je die laten schrikken? De eieren dan? Ja, laat me schrikken hoor. Schrikken. Oeh! Ze zijn geschrokken. Ja. Nou jij. Het is weer hetzelfde ritueel, maar je zat net in een verhaal volgens mij. Ja, met Tini. Ik ga van boord. Ja, je gaat... Van boord. We hadden geen ruzie gehad, nee. Maar je gaat gewoon iets leuks doen met Tini. Ja, daarom. En wat precies wil ik ook niet weten. Nou ja, eigenlijk. We gaan naar de... Jawel, dat kan ik wel vertellen. Oh. We gaan naar de Mandeer. De trekken. We wilden eerst een beetje gaan fietsen. Nederland, maar dat is geen weer voor jou. Nee. Dus dan gaan we een beetje camperen. Gaan een beetje trekken. En, dus naar Bretagne, Normandië. En nou, dan zien we wel... Dan ben je niet zo weersafhankelijk. Ja, er zitten natuurlijk wielen onder een camper. Hoewel, dat is ook meer geluk eigenlijk. We vertellen nog niet te veel. Nee. Maar het onderstel heeft het zwaar te verduren gekregen. Niet alleen daar over het Tuusgolu-meer, maar ook later nog in Albanië. Zo, dan kan me er toch eentje voorbij zetten. Niet normaal. Ja. Nou, dat ga je later zien in de vlogserie. Ik heb natuurlijk een hele serie opgenomen. Je kan het een rood soap noemen. Dat wordt steeds erger en erger. Het venijn zit hem in de staart. En dat moeten jullie echt gaan zien. Montenegro, Albanië. Zo werden we in Albanië van achteren aangereden door een dronken politieagent in functie. Jawel, je hoort het goed. Wijn! Ja, waarheen? Ruimen. Ongelooflijk. En daar ontstond ook nog een opstootje. Ja, ik heb met de schadevorm nog even invullen, Kees. Ja, want je kan wel denken dat... In Albanië de schadevorm. Ja, maar anders moet je het zelf betalen. Ja. En die politieagent is tegen aangereden, dus ja. Ik zou er wel even mee doorgaan. Werk van maken, ja. Het was echt... Even wachten, Kees. Ja. Nou, we zijn in de put geraakt. Oh, er lekt iets onder de camper. Oh. Wat is hij nou? Hey joh! Oh, pa! Je rijdt in een... Nee joh, stop! Stop! Nee, maar... Oh nee. Ja, dan hak me ook vooruit dat hij moet er weer optrekt. Moet net kunnen, denk ik. In de cel geraakt bijna. Ja. En pa moest zich in Albanië melden op het politiebureau. Maar goed, dat zien jullie later allemaal weer. Ja. Maar eerst eens even Woudrichum verkennen. Nou, jij niet. Maar ik wel. Mirjam komt dus straks gezellig aan boord. Die was er vorig jaar ook bij met de openingstocht. Toen zat zij nog midden in haar chemotherapie. Ze is aan de beterhand, maar nog steeds krijgt zij behandeling tegen die rotziekte. Gaan we niet te veel over hebben, want ze wil ook lekker een weekendje... vrij hebben, maar ze wordt gebracht door haar moeder en door Jaap zullen de trouwe kijkers ook wel kennen. Hè? Jaap, die we hebben ontmoet op het Grevelingenmeer. En dan brengen ze Mirjam hier en dan word jij opgehaald. Ja. Zo gaan we het doen. Zo, de wisseling van de wacht. Pa gaat van boord. Havenmeester. Kijk, oh, ik dacht, goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht, er komt een cowboy aan, maar het is de havenmeester. Het is de havenmeester, hey jongen. En we hebben nog een schuld te vereffen, geloof ik. Flinke, nee. Oké. Okay. Nou, in ruil voor deze hond.
Ja, nou, is goed. Nee, dat is mijn hond. Nee, dat is mijn hond. Oh. Ja, die wees ik aan. Jullie horen ook bij de groep? Ja, wij zijn groepsmensen. Nou, eigenlijk niet, kunnen, maar... Kunnen dieren. Kunnen dieren. Voor deze gelegenheid... Maar ik ben met Kees met mijn zoon aan boord geweest. Daar gaat nomaat Theo weer met zijn boeltje onder zijn arm. Nou, we hebben een hartstikke mooi plekje hier in de historische haven. Kijk, hier ligt de Noordkaap. Met mijn buur uit de haven. Goedemorgen, Rodi. Goedemorgen, Kees. Ben je lekker geslapen? We hebben prima geslapen, ja. Alle eieren gezocht? Nee. Maar je zit niet voor niets met je bril op, hè? Dus gisteravond een borreltje gedronken of niet? Volgens mij minder dan gisteren. Minder. Ja. Maar het is wel gezellig, hè, ja, zo? Het is hartstikke leuk. Even met de mensen uit de haven op pad. Top. Ja, helemaal en het zonnetje is gaan schijnen, dus kan niet meer een stuk. We gaan vanmiddag lekker schilderen. Schilderen? Nee, we gaan naar Slot Loevestein. Of ga je niet mee? Was dat het? Ga je niet mee? Oké, okay. Nou, het is hartstikke leuk hoor. Nou, geniet van je dag verder. Ja. Ik ga mijn vader even uitlaten. Ja. Zo, nog aan het doorlopen. Heb je haast of zo? Nou ja, ja, jij bent altijd zo traag. Haalt het traag? Ja, je stopt overal. Ja. We zijn net tegen Jelle, overal filmen weer. Ja, gek hè? En die komt nergens als het niet oppast. Nou, dat valt wel mee. We zijn 2 maanden in Turkije geweest, Jelle. Ja, dat weet ik. Dus daar is een, hey, goed dat je zin hebt. Zeker, ja. Ja. Jelle is mijn particulier chauffeur. Ja. Hey, ja. Jammer dat je vader zo af en toe vervelend is, hè? Ja, af en toe kan je hem achter de bank plakken. Ja. Maar inderdaad, particulier chauffeur hè, van Theo. De zaken gaan goed in de vlog. Heeft tegenwoordig zijn eigen chauffeur. Ja, ja. Ik moet het doen met Chico, maar goed. Het wordt goed betaald. Ja. Onderhands. Ja. Nee hoor, Jelle is gewoon een goede bekende uit het dorp die graag even mijn pa wilde ophalen. Ja. Nee Chico, nee. Nee Chico, jij blijft bij mij. Die denkt ik peer hem. Nee, Chico, kom maar. Nou, bedankt voor de gezelligheid. Ja, ja. Tini de groeten. Ja. Trixie vers, nou, tot de volgende bestemming, hè? Ja, ja. Doei. Chico denkt, gaan ze nu al weg? Nou, niet getreurd. Goede vriendin Mirjam en haar hond Floor zijn in aantocht. Alleen waren ze even de weg kwijt. Kijk, daar komt Mirjam aan, hoor. Nou, goedemorgen. Een hele voetreis achter de rug. Alles wel? Toeristische. Ja, belde me net. Die zegt van, joh, ik sta hier ergens bij een kanon. Maar ja, het halve stadje staat vol met kanonnen. Klopt. Dat is, We hebben het gevonden. Oh, ja. Floor is ook super enthousiast. Dat wordt gezellig. Ga je straks ook bij je naar Slot Loevestein? Tuurlijk. Is toch wel leuk? Ja, interessant. Ja, ik denk het ook, ja. Heel lang geleden geweest, de basisschool. Mirjam is door haar moeder en hun huisvriend Jaap gebracht. We doen even een bakkie. Daar zitten ze, hoor. Op het zonneterras. Met een gevulde koek en een koffie. Wat wil je nog meer, Jaap? Nou, het is al nog te vroeg. Ja. Nou, het is wel genieten zo, hè? Gezellig aan de koffie. Ja, heerlijk. En Mirre heeft een aanbidder. Eindelijk. We gaan met een deel van de groep een uitstapje maken naar Slot Loevestein. Is meteen een leuke wandeling door het stadje. Misschien ken je Woudrichum wel van de televisieserie Dr. Tinus. Jaren geleden werden hier de opnames gemaakt. En dit was het huis van de bekende dokter, gespeeld door Tom Hofman. In werkelijkheid is of was het het huis van een gepensioneerde huisarts die hier zijn praktijk had. Dit is de gevangenenpoort en is de enige overgebleven waterpoort als onderdeel van de vestingwerken. Hier zie je het voormalige stadhuis uit de 16e eeuw met een prachtige trapgevel. Hieronder in beeld zie je de verenigingshaven waar het andere deel van de groep met hun boten ligt. Om Slot Loevestein te bereiken, moeten we even de afgedamde Maas oversteken straks. Vanuit de historische haven hebben we een superleuke wandeling gemaakt door Woudrichum. We staan nu aan de andere kant van het stadje. In nog geen 10 minuten, want zo groot is het niet. Maar heel leuk om te zien. Kijk, daar in de verte zie je Slot Loevestein al. Dan denk je van, nou, hoe kom je daar? Nou, dat is vrij eenvoudig, want er ligt nu een pontje daar aan de overkant. Die komt straks deze kant op. En die neemt
onze hele groep mee. Daar zal je hem al hebben. Waar gaan we? We gaan naar de overkant. Met het gekovervaren, ja of nee? Nou, waarschijnlijk wel, als je hem gewoon centen meeneemt. Ik heb me niet zoveel gedacht. Wat is dit? Nee, toch maar even die andere. Anders moeten we eerst gaan hozen. Ga je ook weer varen, Mir? Ja. Jij weer er weer zin in? Heerlijk. Kom weer helemaal thuis. Als het zonnetje zo gaat schijnen, krijg je toch weer kriebels, hè? Zo, vol gas, schipper. Ja? Ja, we hebben haast. Oh, echt waar, haast. Haast, dat is goed, is nooit goed. Het pontje gaat de hele dag heen en weer. En in een mum van tijd sta je aan de overkant. Bedankt, schipper. Alsjeblieft. Tot zo. Ja, tot dadelijk. Ja, je hebt bijna keuze, denk ik. Tenzij je wil zwemmen of wil oplopen. Maar dat rondje wordt dan 12 kilometer. Oh, maar je kan echt om. Ja, kan je omlopen? Oh, het is geen eiland. Nee, een schiereiland. Oh, schiereiland. Oh, nou, daar hebben we toch weer wat geleerd, Mir. Ga jij lopen? Nee. Nee. Tot zo dan. Ja. Tot zo, hè. Zommelerwaard, daar zijn we. Munnikenland. Hey, wat gebeurt er als je dit doet? Huh? Komt hij weer terug? Komt, hij is net weg. Of je moet een rondje geven natuurlijk. Nou, dat zal hier de moeilijke gaan natuurlijk. Ja, er zijn weinig... Maar er is een oude gasfles, zie je dat? Is er... Oh joh, nou zie ik het pas. Ja. Daarom geeft hij druk slecht geluid. Ja. Ja. Als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie behoort Loevestein sinds 2021 tot UNESCO Werelderfgoed. Ik was hier dus nog nooit geweest. Nou, daar gaat dus vandaag verandering in komen. Nou, kijk eens wie we daar hebben. Het vogelvrouwtje. Hi. Met, ja, je bent er weer. Ja, nee, ja, natuurlijk. Helemaal tureluus word je ervan. Of niet? Ja. Het komt ook zo uit het niets. Ja, maar dat is altijd zo. Ja, dat is waar. Dat is spontaan, hè, wat ik doe, hè, Mirjam? Ja, zeker. Ja. Maar ga je ons rondleiden of niet? Nou, ik ga niet rondleiden, maar misschien als ik leuke vogels zie, dan heb ik nog wel wat te vertellen. Ja. Ja, nou, hartstikke leuk. Nou, Maarten is er ook bij. Die ligt er tegenover mij met zijn motorjacht. Zeker. Wat er van werkt. Wat? Ja, want op de heenweg heb je een beetje probleempjes. Ik moet een kruis keerkoppelingetje kapot. Ja, ja, dat was heel vervelend. Het leek wel een stoomboot. Eén motor varen, ja. Zo. En je mag ook graag een beetje rook eruit gooien. Ja, dan zie je dat hij werkt, dan kan ik het checken. Ja. Maar de metertjes doen het ook niet allemaal. Nee. En wat mij ook opvalt, ja, ik vind dit is vintage. Mijn vader had vroeger deze jas ook uit 1990. Het is Sail Amsterdam 1990. Ja. Maar dat is een Ik ben zelf ook een beetje vintage. Je ziet het, we zijn met een bont gezelschap. Nou, ik hou ervan. Eens even een kijkje binnen nemen. De entree kost je €16,50 per persoon. En met een museumjaarkaart is de toegang gratis. Gedurende zijn geschiedenis heeft Slot Loevestein verschillende functies gehad. Waaronder die van versterkte vesting, staatsgevangenis en tolstation. Altijd leuk om zo even heel ver terug in de tijd te gaan. En kijk die dakconstructie eens. En in zo'n bed sliep dus vroeger een heel gezin. Een van de bekendste gebeurtenissen in de geschiedenis van Slot Loevestein is de ontsnapping van Hugo de Groot in 1621. Waarbij hij zich verstopte in een boekenkist en zo het kasteel wist te ontvluchten. Deze ontsnapping is wereldberoemd geworden en wordt vaak geassocieerd met het slot. Dit is een replica ervan. Ik heb soms weinig nodig hoor, om het naar mijn zin te hebben. Geef mij een verkleedkist en ik heb de tijd voor mijn leven. Ridder Kees.
Er valt op het terrein nog veel meer te zien. Onder andere historische bodemvondsten. Nou, ik zet de boel voor vertrek nog eventjes op stelten. Zo moet dat. Zo moet dat. Zo gaat Kirsten. Nog een keer. Waarom kan ik dit niet? Stap het maar. Ja. Jij zet ze ook veel te ver uit elkaar. Ja, maar ik heb O-benen. Wil je kijken? Ja. Nou, een baantje in het circus zit er voor mij volgens mij niet in. Oké, we gaan terug naar de boot, tot Peter. We hebben een superleuk weekend gehad en een mooie start voor het nieuwe vaarseizoen. De deelnemende boten verzamelen zich nu vanuit de twee havens voor vertrek. We wachten even met oversteken totdat het vrachtverkeer voorbij is. De kust is veilig en motorjacht White Shark vaart voorop en doet ook de communicatie naar de scheepvaart. Het is toch wel even een dingetje om met zoveel boten in konvooi te varen. Alles verliep gesmeerd en we zijn veilig aangekomen in de thuishaven. Nu schakelen we snel over naar Turkije en verlaten we, zoals je in de vorige vlog zag, het prachtige Cappadocië. Chico en Trixie zitten helemaal klaar voor de rit van bijna 300 kilometer naar Ankara. Veel snelweg vandaag, want we moeten echt even een flinke ruk gaan maken. Veel heb ik onderweg niet gefilmd, want het was allemaal niet zo heel bijzonder. Wat wel heel bijzonder is, is Ankara. Nooit gedacht dat we hier nog eens zouden komen met onze eigen camper. En daar in de verte komt deze megastad al opdoemen aan de horizon. De Ankara binnen. Van Cappadocië. Ja. Wat voor uitzicht we hadden op Ankara binnenrijden. Met 5,8 miljoen inwoners geloof ik. Ja, dat is groter dan Parijs. Ja, we hebben gekeken, veel groter. Hè? Ja, dat is de tweede grootste stad van Turkije. Ja. Het schijnt een hele moderne stad te zijn. Ook ruim opgezet. Ik gebruik nog steeds regelmatig mijn knipperlicht. Logisch. Ja. Eigenlijk hoef je dat helemaal niet te doen, want niemand doet het. Turk doet het niet. Ja, bij hoge uitzondering gebruiken ze knipperlichten. Ja. Maar liever niet. Nee. Ja, ze zitten erop, maar waarom zou je ze gebruiken? Ja. Maar dat zijn we inmiddels wel gewend. Een brede wegen, joh. Nou. Kijk, hè. Ja. Dwars door zo'n stad heen. Ja. Slash vierbaansweg. Ja. Dat weet nog niemand precies hoeveel banen. Nee. Maar het is wel heel ruim opgezet, wat me nu opvalt. Ik krijg geen benauwd gevoel van om in deze stad te rijden. Helemaal niet, hoor. Tot nu toe, maar we zitten nog niet in het centrum, want het is ongelooflijk groot. Nou, hè. Best wel spannend om zo'n grote stad binnen te rijden. Dat kan je gewoon niet voorstellen hoeveel mensen hier wonen in deze omgeving. En nul campers. Nul! Nee, nul campers. Nee, we hebben nog niet ene camper gezien vandaag. Nee, ik denk ook niet dat het nog gaat gebeuren. We zitten met z'n drieën op te letten, hè? Ja. Chico ook, hoor. Nou, ik let Chico die kijkt goed mee, hoor. Ja. Nee, maar ze gaan langzaam rijden. Ja. Dan gaat hij niet meer slapen. Nee. En dan gaat hij overeind zitten en meekijken. Ja, natuurlijk. Ja, hoor. Kleuren er maar tussen. Maakt allemaal niet uit, zo. Nee. Maar deze stad ligt dus gewoon op 1100 meter hoogte. Ja. Het ligt gewoon op een hoogvlakte eigenlijk. Ja. Dat is wel weer bijzonder.
dat het net zo hoog ligt als op een Gellers bijvoorbeeld, het wintersportgebied waar we staan. Ja, daar ligt ook Gellers onder. Ik kan het niet voorstellen, maar ik zit net naar mijn hoogtemeter te kijken. 1087 meter. Ja. Kijk, dit zie je dus heel vaak. Dit staat gewoon midden op de weg geparkeerd. En die is er gewoon uitgelopen. Ze gooien gewoon de auto weer en ze lopen weg. Ja. Op zich handig natuurlijk, maar voor de doorstroming iets minder. We lopen dan rond middenstraat. In de hele drukte. Vanuit de prikkelarme omgeving van de afgelopen dagen zitten we ineens in de hectiek en dynamiek van deze stad. Maar geloof het of niet, we hebben een oase van rust gevonden in het hartje van het centrum. Zo. Een super drukke stad. 5 miljoen inwoners. En druk en door elkaar heen. En wat staan we hier? Ja, we staan in het centrum van Ankara. Ja. Op een perfecte plek zagen we op het park vanuit. Nou, we hebben onze eigen berenboompje hiernaast. Lopen aan de lijn, dus ze zouden bijna los kunnen. Ja. Het is redelijk. Ja, je hoort de auto's op de achtergrond, maar hier kun je wel bij slapen, Kees. Maar ik moet nog wel even bijkomen van dit afgelopen. Ja, ja. Op een gegeven moment je denkt, oh, dat zijn hele brede wegen hier in Ankara. Ja. Maar je rijdt een stukje naar beneden en dan zie je op een gegeven moment die hele stad hier voor je liggen. Alleen maar gebouw, 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 waar je kijkt. Ja. Ja, en er wonen hier 5,8 miljoen mensen volgens mij. Ja. En dat idee dat je dan in de middle of the action staat. Maar het was wel even spannend door de stad heen. Ja. Heel druk. De zon we staan heerlijk hier. En voor die geld? Je hoort de vogeltjes fluiten. Nee, Kees, wat moest je betalen? 150 lira, dat is 5 euro. En hoe kon je staan tot morgenavond? Tot morgenavond. Maar je mag één nacht overnachten. Morgenavond voor de donker is mooi weg, ja, zeg maar. Ja, weg. Nou, als je bij Villa XL in Amsterdam een uurtje parkeert, dan ben je hetzelfde kwijt. Ja. Valt meer, denk ik. Oh, maar ik moet even, we gaan even een anker bieden. Ja, een anker bieden, denk ik, Kees. Maar we staan, Kees en Theo, met de VB0 per jaar. En Avi zijn we gewoon in Ankara. Ik ben wel trots op onszelf eigenlijk. Vandaag zo 300 kilometer gereden. Ja. Nou, ik heb niet te veel gefilmd van de weg hier naartoe, want het was hartstikke saai. Daar ga ik jullie niet meer lastigvallen. Nee. We hebben een heerlijk rustige avond en nacht gehad. De volgende morgen gaan we naar een highlight die we zeker even willen bezoeken. Het Atatürk Mausoleum. De laatste rustplaats van voormalig president Atatürk. De honden laten we achter in de camper en bewaken de boel. Wij pakken een taxi, want met de camper er naartoe rijden door die drukke stad leek ons niet zo'n heel goede optie. Het mausoleum is zwaar beveiligd. En als er wereldleiders naar Turkije komen, is het de traditie dat ze hier altijd even langs gaan. Voor de Turken is dit een bijna heilige plek. Indrukwekkend is het zeker. Günaydın TOB. Ja. Zo. We zijn er weer. Take 2. Ja. Ja. We zijn bij het mausoleum van Atatürk. Hier in Ankara. Ja. En ik heb net een hele tekst opgenomen. Het was hartstikke leuk geworden. Ja. Totdat de beveiliging kwam. Die zei, nee, dat gaan we niet doen. En je moet het deleten. Wist deze scène maar even. Dus we namen dat op de binnenplaats van het mausoleum. Zeer indrukwekkend. Nou. Daar mag je wel filmen, alleen niet vloggen, om het zo maar te zeggen. Nou, hartstikke leuk verhaal opgenomen, hè? Ja. Daar proberen wij goed in te zijn. Lukt niet altijd. Nee. Maar dus dit is take 2. En ze kwamen er echt bij staan, hè? Van, ja. Delete, deze scène delete. 4 man stonden erbij. Met 4 man. En dat zijn van die Wilders-achtige heren. Of snap je wat ik bedoel? Die beveiliging van Wilders. Ja, ja, zeker. No mercy. Dus met trillende handjes de Kees. Nee, dat is goed. Maar goed, we hadden natuurlijk gisteren zoiets van, nee, we gaan Ankara wel aandoen. In die zin, maar niet echt bezoeken. Ja, maar dit is zo geweldig. Ja. Want we zijn net in het museum ook geweest. Ja. Niet alleen het mausoleum, maar het museum ook. Nou, aangrenzend hier. Zo indrukwekkend. Het Atatürk. En voor ons speelde het ook meer, leefde het ook meer. Omdat we natuurlijk al aan die, wat zijn het? Bij die Çanakkale battles, zeg maar. Die veldslagen waar we het eerder over gehad hebben. De Canella. Ja, in 1915. Ja. Daar weten we inmiddels best wel veel over. Zijn er in dat gebied geweest. En hier in het museum wordt er ook weer aandacht aan besteed.
En ja, Atatürk heeft daar natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld als commandant al daar. Ja. Die man wordt hier de hemel ingeprezen. Oh, ja. Die heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat Turkije onafhankelijk werd. Ja. Die hebben de onafhankelijkheidsoorlog gewonnen. En was eigenlijk de start van de republiek. En hij is eigenlijk het begin van het huidige Turkije. Het dorpje is er waar geen standbeeld van hem staat. Straten, pleinen naar hem vernoemd. Nou, echt achterop auto's, op autoruit zie je zijn handtekening. Ja. Dus te begrijpen. Ja, maar hij heeft gewoon voor het nieuwe Turkije gezorgd. Ja, een beetje wat jij in Nieuw-Lekkerland doet eigenlijk. Een beetje. Atatürk overleed op 57-jarige leeftijd in Istanbul aan de gevolgen van een leveraandoening. Zijn lichaam wordt daarna met een gouden koets van Istanbul naar Ankara getrokken. Daar wordt zijn lichaam naar het Etnografisch Museum gebracht. Dit was een tijdelijke rustplaats, want de Turkse ambtenaren plannen al snel een monumentaal mausoleum op deze heuvel. Na 15 jaar bouwen is het enorme bouwwerk af en in 1953 werd zijn lichaam verplaatst naar zijn eigen mausoleum. Hier is zijn tombe te bezichtigen en deze soldaten houden de wacht. Ja, dan moet je wel even deftig erbij staan natuurlijk. Op het terrein staat de volledig gerestaureerde Cadillac limousine uit 1935 tentoongesteld. Heel gaaf om te zien, echt een prachtig exemplaar. Voor die tijd zeer vooruitstrevend, want het ging hier om een gepantserde wagen waar de president zich mee rond liet rijden. De zwarte auto is volledig gerestaureerd en helemaal teruggebracht naar hoe de auto er in gloriedagen rondreed. En zo te zien hebben ze tijdens de restauratie niet op een paar centjes gekeken. Op oude beelden zie je de president ook samen met de wagen. Heel indrukwekkend om gezien te hebben. We gaan dit als enige bezoek in Ankara. Omdat de stad zo ongelooflijk groot is. En we hebben maar vrij kort en we willen ook nog naar Istanbul. We hebben de moskee nog gezien. We hebben de moskee nog gezien. En we zijn zojuist met de Uber-taxi hierheen gereden. En dat werkte perfect. Voor €3 stonden we hier. Honden hebben we in de camper gelaten. Ja. Maar dit wilden we niet voorbij laten gaan. En toch blij dat we dat weer gedaan hebben. Maar ik schrok me de blubber, want toen wij hier net binnenkwamen, ik denk ik maak een leuk shotje dat pa binnenkomt lopen zo, met een wassen beeld, dacht ik, als beveiliger. Ja, het zijn beelden. Het een wassen beeld, dus ik loop vlak langs hem. Nou, en ik zag in één keer die ogen zo. Nee, het is een echt mens. Hij had een soort van make-up op, zo leek het. Ik schrok me helemaal de blubber. Wat helemaal een kippenvel moment was, is dat ze zojuist de wisseling van de wacht hebben gedaan. Verlossen, ja. Ik heb dat nog nooit gezien zo indrukwekkend. Natuurlijk bij Buckingham Palace ook wel. Maar hier de daadkracht en ook die ene man die liep helemaal zo met een soort van slingerende beweging. We hadden echt marzel, want we vielen met onze neus in de boter om deze wisseling van de wacht te zien. Je ziet het, bij de volgende bestemming is altijd wel wat te beleven. Nou, in de aankomende vlogs dus ook. Je hebt al een sneak preview gezien, halverwege deze vlog. Ja, we komen een beetje in het staartje van onze roadshow. En een roadshow is het zeker geworden. Tot nu toe ging eigenlijk alles wel redelijk vlekkeloos, op een paar hoppeltjes na. Maar het staartje van onze reis, dat werd hetgene waar ik nog steeds af en toe bibberend van wakker word. Dat ga je zeker zien. We hebben nog twee stopjes in Turkije. We stoppen nog aan de Zwarte Zeekust. Vroeger super populair, tegenwoordig in vergetelheid geraakt. Het is heel bijzonder wat we daar aantroffen. We stonden ook op een plek dat we dachten, moeten we hier staan? Is dit veilig? Nou, en we zijn ook nog in Istanbul geweest. We dachten dat rijden in Ankara al een uitdaging was. Nou, Istanbul was nog een graadje erger. En ik moest daar de VB 00PA doorheen loodsen. Wat een nachtmerrie dit. Dit is wel even een momentje, pa. Dit is wel echt. Er gaan de grootste zeeschepen over.
heel machtig. Die Bosporus gaan we nu over. Maar ik heb het wel gedaan. En hoe, dat zie je dus ook later in de vlog. Trouwens hebben wij ook een hele bijzondere wijk ontdekt in Istanbul. Ja, we hebben wat dingen blootgelegd die eigenlijk niet door de beugel kunnen. En een hele wijk is daar schuldig aan. En jij misschien ook wel. Nou, hoe dat zit, dat zie je dus in de aankomende vlog. En wat je dan ook ziet is een klein verslagje van de meet and greet die is geweest afgelopen zaterdag. Heel erg leuk. Dus ik zou zeggen, ga er maar gewoon weer lekker klaar voor zitten. De eerstvolgende vlog is woensdagavond om 8 uur. Nou, vond je dit nou een leuke video? Gooi dan even dat duimpje omhoog. Dat doen jullie massaal. Daar ben ik heel blij mee. En druk dat belletje in. Want dan hoor je dus wanneer Kees en Theo op jouw beeldscherm verschijnen. Abonneren is gratis, dus why not? Nou, ik ga afsluiten hier vanuit een zonnig Dordrecht. Wil je weer bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende bestemming. Hoi!